Zo, een goede dag vanuit Roswald, 1800 meter in Oberwallis. Ja, het is heerlijk weer vandaag. Een zwak frontje is doorgetrokken. Het is even wat kouder. We zitten in iets koudere lucht. En achter mij zien jullie die Berner Alpen. De besneeuwde toppen van de Berner Alpen. Ik sta hier in de sneeuw, tot kniehoogte. Goed gezette sneeuw. En als ik dan met die skistok daarin prik, ja, dan zie je toch dat het nog steeds een halve meter ligt. En dat is best verbazingwekkend als je ziet dat die temperaturen de laatste dagen ook hier op 1800 meter gewoon 8 graden hebben gehaald. Steeds weer heel zacht weer. Maar ja, die dauwpunten zijn vrij laag, er staat weinig wind. Die sneeuw is goed gezet en goed gezette sneeuw kan best tegen een stootje. En dat zal het ook wel nodig hebben, want er komt een stootje aan. In eerste instantie in de vorm van sneeuw. Een koufront gaat morgen in de loop van de middag de bewolking doen toenemen. Dan gaat het in de loop van de avond en nacht sneeuwen. De sneeuwvergrens die varieert van 800 meter in het noordoosten tot pak een beet 1200 meter langs de Alpenhoofdkam. En in het zuidwesten zo 1500 meter. Ja, en de zondag een slechte dag. Het regent, het sneeuwt en in de loop van de dag komt dan het warmtefront erin. Die neerslag gaat weer aan activiteit toenemen. En die sneeuwvergrens gaat dan omhoog. Ik verwacht zo algemeen 1500 tot 1800 meter, later nog wat hoger. Maar ja, dan is die sneeuw en die neerslag, regen is gewoon weer door. Dus dat valt allemaal mee. En die sneeuw die kan best tegen een stootje. Dus we hoeven ons echt geen zorgen te maken dat daar wat mee gaat gebeuren. Natuurlijk is het niet zo fraai. Ik denk zondag gewoon een hele mooie dag om eens een goed boek te pakken. Ga wellness, maak desnoods een wandeling. Geniet gewoon van wat die dag brengt. Ja, als je wilt gaan skiën, dan zijn maandag en dinsdag gewoon hele mooie dagen. Vooral in de inneralpine gebieden, de zuidkant veel zon, in het noorden wat wolken, misschien nog een vlokje of een spatje neerslag. Even afwachten. En dan woensdag wordt het interessant, dan komt er een hoogtetrog in. Dan knalt er vanuit het noorden een portie hele koude lucht op hoogte, min 35, min 30 graden op 5 kilometer hoogte, knalt over die Alpen, over die Middellandse Zee. En het warme water gaat er dan voor zorgen dat er een lage drukgebied ontstaat. Dat zijn typisch van die situaties, dat er een Genua-laag kan ontstaan. En dat zien we dus nu ook gebeuren. De vraag is alleen, wat gaat er precies met dat Genua-laag gebeuren? Blijft dat een beetje op zijn plek, dan kan dat een mooie zuidstouwsituatie gaan geven. Trekt dat wat sneller door, komt dat hoogte weer in? Ja, dan valt het met die neerslag aan die zuidkant wel mee. Zoals het er nu uitziet, trekt dat Genua-laag toch vrij snel door. Hè? Dat gaat naar die Adriatische Zee, waardoor het niet lekker aan die zuidkant kan blijven sneeuwen. Misschien dat later, na het weekend, een volgende hoogtetrog weer voor eenzelfde soort stouwsituatie gaat zorgen. Met dan misschien wel veel meer neerslag en ook sneeuw. Ja, de komende dagen heel wisselvallig weer. Vooral die Alpenhoofdkam gaat weer veel neerslag meepakken. Tussen de 50 en 100, misschien wel 120 mm. De modellen variëren nog wat dat betreft. Ja, boven de 1800 tot 2000 meter is dat gewoon in de vorm van sneeuw. En daar gaat dus een hele dik pak weer bijvallen. Ja, hoe zich dat precies allemaal in detail gaat ontwikkelen is nog best spannend. Vooral die sneeuwvergrens woensdag, hè, die zuidkant dan. Volg het allemaal op www.alpenweerman.nl. Morgen is Roy er weer met een uitgebreid ochtendweerbericht. Esther is op dit moment onderweg naar de Dolomieten. Die zal vanaf daar ook verslag gaan uitbrengen. Ja, ik ben er de komende week ook, maar dan hier vanuit de Roswald. Het zij hier, het zij op de pistes of waar dan ook. Ik zou zeggen, volg het allemaal ook op Facebook en op Twitter. Ik wens jullie een hele fijne dag. Ga je op reis van of naar de Alpen, doe voorzichtig. En verder is het gewoon een kwestie van genieten. Hele fijne dag. Ciao, ciao.